normale golven ontstaan door de wind die het wateroppervlak doet bewegen. Tsunamis zijn niet gewoon grote golven. Tsunamis ontstaan door een plotse beweging van de oceaanbodem, zoals een aardbeving onder de oceaan of een vulkaanuitbarsting. Hierdoor wordt een grote massa water verplaatst en ontstaan er golven die niet alleen groot, maar ook enorm krachtig zijn. Wanneer een tsunami midden in de oceaan ontstaat, merken we daar niets van. Maar als die tsunami de kust nadert, worden de golven hoger. Ze worden de hoogte ingeduwd omdat de zeebodem aan de kust minder diep is. En zodra die golven aan land komen, sleurt een tsunami alles op zijn pad mee. Net zoals bij gewone golven bestaat een tsunami uit meerdere grote golven na elkaar. Meestal is er één golf die groter en sneller is. Die richt ook de grootste ravage aan. Twee keer zelfs. Eerst wanneer het water het land overspoelt en dan nog een tweede keer wanneer het water zich terugtrekt. Dan sleept het water alles terug met zich mee richting de zee. Na een tijdje zwakt de tsunami af totdat hij uiteindelijk helemaal uitdooft.